Goedendag allemaal. Het is vandaag 9 mei 2015, zaterdag, een uur of 8, 's avonds. We hebben een onstuimig dagje achter de rug weer met veel wind en af en toe een bui en af en toe ook wat zon. Het is, de meimaand is toch nogal behoorlijk wisselend, maar de meimaand op het moment waarin we nu verkeren, want het is allemaal eigenlijk een klein beetje later dan anders, dat is toch een prachtige maand om zo eens erop uit te trekken en het land in te gaan en eens te kijken waar dat die boeren allemaal mee bezig zijn. Kijk, zelf als boer zijnde, om het zo maar te zeggen, dan neem je alles voor zoete koek aan wat je ziet, want je kent het en je weet het en je weet allemaal precies wat erachter steekt en wat de bedoelingen zijn. Maar ach, als burger nou het land in gaat en je zou de moeite nemen om dat nou eens te doen en echt eens je eigen eens even een klein beetje te willen verdiepen in wat die boeren allemaal aan het doen zijn buiten. Want ja, we claimen in Nederland allemaal dat die ruimte van ons allemaal is. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar die boeren die beslaan de meeste ruimte en die leggen daar beslag op en die doen maar wat ze willen enzovoort enzovoort. Toch is dat niet zo. Die boeren zijn bezig om voedsel te verbouwen en dat is natuurlijk om geld te verdienen zelf, dat spreekt vanzelf, maar toch ook om de natie, het volk en de wereld te voorzien van betaalbaar eten. En als je nou door het land rijdt, dan moet er eens op letten hoe prachtig die natuur aan het ontluiken is. De boeren zijn volop bezig op dit moment aan het zaaien. Dat is al een groot gedeelte gebeurd. En ze zijn aan het poten, aardappels aan het poten en noem maar op. En vooral bijvoorbeeld nou met aardappels moet er eens op letten. Want aardappels worden natuurlijk gepoot in bedden. Hoe prachtig kaarsrecht dat overal, bijna overal ligt. Er is geen speld aan te verleggen. Je krijgt er allemaal hoge ganders hier van doen. Zo recht liggen die bedden. En dan zouden zeggen, nou, een buitengewone chauffeur, hè, die dat zo steady doet en zonder haperingen en elke keer weer maar precies op tijd en precies weet waar hij moet draaien en geen ogenblik zijn aandacht verliest en keurig recht alles weglegt. Maar ja, daar is eigenlijk geen kunst meer aan. Want dat was vroeger natuurlijk wel, maar tegenwoordig, als een beetje boer, dan hebben ze zo'n GPS-systeem op hoe trekkers zitten. En dat is een satellietsysteem verbonden met een satelliet. En dan kun je precies uw tractor op afstellen, zodat die keurig recht gekund eigenlijk slapende weg zouden, bij wijze van spreken, uw werk kunnen doen. Hoe anders was dat vroeger? Dat heb je het weer, hè? Opa vertelt, dat weet ik ook wel. Maar vroeger was het toch heel wat anders. Dan was het echt een kunst om recht te rijden. En daar werd dan op een zeker moment ook nog op afgerekend. Want kijk, als boeren onder elkaar, hielden elkaar eigenlijk wel goed in de gaten. En dan zag je vooral als hoe perceel langs de weg lag, waar je geregeld langs moest komen, zag je precies wie er een potje van gemaakt had of wie het netjes had gedaan. Wie krom had gereden of verkeerd had gedaan, die werd afgerekend, zouden kunnen zeggen met woorden. Zondagsochtends dikwijls de tijd, als je in de katholieke streken was, na de kerk, bij een potje bier in het dorpscafé. En dan werden de geroepen, de grappen en de grollen en de smaad werden over en weer gegooid van, oh, manneke toch, je hebt er weer wat van gemaakt, hè. Je hebt er weer een potje van gemaakt, hè. Manneke, manneke, je moet nog veel leren, zeiden ze dan. Maar dan bedoelden ze dat je het natuurlijk fout gedaan had. En dan zaten dan met de gebakken peren, want je kon die kromme aardappelruggen, die konden niet meer recht trekken, die lagen er en die bleven er liggen. Ja, het zo lang totdat het aardappelgewas zo goed was gegroeid, dat het veld had gesloten. En dat was ook, zouden kunnen zeggen, de schande eigenlijk een klein beetje uitgewist. Want je bleef er, je wierd ermee achtervolgd en elke keer dan dachten bij wij, hoe heb ik dat nou toch zo fout kunnen doen? Maar het gebeurde, maar het was ook een kunst om dat recht te rijden. Er waren maar weinigen die dat feilloos konden. En nu, ja, het is allemaal zo gemakkelijk. Een paar drukken op de knop en de computer, die doet de rest. En we zijn nog maar een paar stappen verwijderd, zouden kunnen zeggen, van het moment dat er niet eens meer een chauffeur op die trekker zit, maar dat hij thuis met een joystick de zaak regelt. Het moet er natuurlijk nog wel, die aardappels moeten nog wel in de grond, hè. Dat is een feit, want dat zal natuurlijk nooit veranderen. Maar dat ze nog tegen u zullen kunnen zeggen later, jongens, hadden jij uw bril vergeten of zo, omdat je zo krom aan het rijden was. Dat zal dan wel voorbij zijn, want iedereen die rijdt recht, recht tevoren, rechte sporen, enzovoort, enzovoort. En het was natuurlijk makkelijk, want we hebben een oom,
En een onzaliger zouden we kunnen zeggen, die maakte zijn eigen er dan vanaf als die krom gereden had, want ja, die reed ook niet altijd recht. Dan zei hij, kijk, op een kromme voor, daar groeit meer op dan op een rechte. Maar dat was natuurlijk flauwekul, daar ging het niet om. Ja, en pas als je dan het gewas gesloten had, dan konden zeggen, nou zijn we zover, nou is de schande uit geweest. Maar ja, je begon eigenlijk al als boer bij het ploegen. Ja, want dat was het begin, natuurlijk op het wintervoorploegen van uw land. Dat was ook een kunst op zich en daar werd ook weer op beoordeeld. Want wij hielden elkaar wat dat betreft natuurlijk goed in de gaten. Er is geen vak of geen beroep waar je zou kunnen zeggen dat zo in de gaten wordt gehouden door elkaar, door de collega's, dan als je boer bent. Want natuurlijk, je denkt allemaal dat je het beter kunt als uw buurman. En als dat dan niet zo is, ja, dan gaat het voor de bijl. Hè. Dan ligt er mee, dan worden met pek worden overgoten. Ach, verkeerd ploegen, hè? Krom, niet mooi vlak, enzovoort. En dan bleef dat winterland allemaal liggen, tot schande en schade van uw eigen. Maar goed, dat werd dan in het voorjaar weer rechtgetrokken, want dan kon het land klaarmaken, dan lag het weer mooi vlak en dan kon het weer opnieuw beginnen. Maar daar kon ook lelijke fouten mee maken natuurlijk, hè. Want recht zaaien, dat was ook zoiets. En vooral als je dan nog met een zaaimachine, met een paard ervoor aan het zaaien moest, hè. Dan moest het toch zelf als menner en bestuurder van het zaaimachine moest het toch buitengewoon bekwaam zijn om dat mooi recht te doen. En ze waren bekend, hè, die mannen die dat konden in de polder. De dieën en de dieën, die kan het als geen ander. En die andere, of de dieën, die bakt er helemaal niks van. Maar goed, dat was toch daar aan toe. Dat bleef dan ook keurig allemaal gereed. Je zag dan die rijen opkomen en dan zag je natuurlijk dat daar links en rechts wat mis bij mis was gegaan. Ja, en dan stonden daar. En dat is tegenwoordig ook allemaal van de baan. Hè. Alles is computer gestuurd. Je kunt het allemaal op een presenteerblaadje krijgen. Ja, boeren is eigenlijk geen kunstmest, zouden kunnen zeggen. Hè. Maar ja, nou we het over kunst hebben. Zelfs met kunstmest strooien. Hè. Dat is tegenwoordig ook allemaal precies met die moderne strooiers keurig geregeld. Je kunt het afstellen tot op de kilo nauwkeurig. Maar dat was natuurlijk destijds ook niet zo het geval. En dan konden... Dan hadden we mooi recht gezaaid en dan lagen nu rijkers met taro en met peen lagen er mooi bij. En dan kon er nog lelijk uitglijden als je met kunstbestrooien fouten maakte. Hè. Als je banen strooide, zoemen ze dat. Want dat kwam dan niet onmiddellijk tot zijn rechts. Maar dat zag je dan, ja, natuurlijk zodra het gewas begon te groeien. En je had een dubbele baan gestrooid of je had een baan vergeten of je had te weinig gedoseerd. Ja, dan stonden dat mooi te kakken. Want dat was ook heel duidelijk te zien. En ook dan... ging er weer op de schandpaal in het dorpscafé op zondagochtend na de kerk bij een potje bier. Jongen, 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 het is weer niet goed gegaan. Hé. En dat konden dan maar, toch moesten dan maar verdragen. En degenen die het wel goed deden, ja, dat waren dan de mannetjes putters. En dat kwam dan, nou goed, dan groeide dat gewas vol. Dat komt allemaal straks nog, moet opletten, burger, als je luistert. Volg dan maar eens in de polderen, kijk maar eens hoe dat allemaal gaat. En als dan het gewas vol was, dan werd er weer beoordeeld. Hoe gewas erbij stond. Beloofde het van alles en nog wat? Of was het zomaar een halfwasding waar geen topopbrengst van te verwachten was, waar je fouten bij gemaakt had of zo? Want dat was nog het ergste. Als het weer het deed, dan kon er niks aan doen, maar als je zelf fouten had gemaakt. Ja, en dan kwam over die opbrengst, daar werd nog alles wat over geblazen. En vooral als je dan in zakken, als je dan het graan dorsen was en gedorst en in zakken. De ene had zoveel zakken gedorst per hectare of per gemet en de andere zoveel. Was nooit precies te controleren, maar daarbij kon je dan toch nog op een zeker moment een klein beetje rechttrekken wat je voor die tijd scheef getrokken had. Hè? Om het zo nog maar eens in dezelfde termen te houden. Ja, en dan hadden we natuurlijk ook nog de onkruidbestrijding, maar er waren er ook bij die konden dat niet de baas. En op een zeker moment stond heel goed was. Dat was onder het vuil geschoten, zoals wij zeggen. Vuil, onkruid noemden we dat. En ja, en dat was natuurlijk, dat was ook weer een ellende. Ja, dat zijn zo die prikkelen van die boeren. En nou in het voorjaar, mei, juni, dat er straks komt worden, prachtige maanden. Ik zou zeggen, mensen, trek erop uit en gaan echt eens kijken hoe dat er allemaal bij staat. En dan weet je nou een klein beetje wat op moet letten. Maar je zult weinig fouten mee tegenkomen, want de agrarische sector en de akkerbouw met name, dan hebben we het over. Er wordt steeds meer high-tech, high-tech met de meest moderne machines en toebehoren. Dus ja, er kan eigenlijk weinig meer fout gaan, zou je zeggen. Ja, en was dat maar waar? Want dat is natuurlijk niet zo. Kijk, moeder natuur, als we dat zo maar mogen noemen, die blijft toch altijd de baas. En die zal natuurlijk op elk moment
in kunnen grijpen in al die techniek die we hebben. En dan komt er nog bij dat je moet ook gevoel voor boeren hebben. Dat is net als een kok in de keuken. Als die staat te koken, die pakt ook niet alleen maar zijn kookboek. En dan zegt hij nou zoveel zout, zoveel peper, zoveel knoflook. En dan komt het wel goed. Nee, dat doet hem met gevoel. En dat doet een boer ook. Een akkerbouwer doet ook. Je moet met gevoel kunnen boeren. Want dan komt het tot de beste resultaten. En hoe het dan ook draait of keert, dan zal boeren, dat blijft natuurlijk altijd een kunst. Het zal nooit zomaar vanzelfsprekend gaan. We krijgen allerlei hulpmiddelen erbij, dat spreekt vanzelf, makkelijker, dat wordt allemaal makkelijker. Maar de finesse die zit dan toch in het vingerspitsengevoel van de boer. Het gevoel hebben voor je gewas en hoe je daarmee om moet gaan. Ja, mannen en vrouwen, we staan aan het begin van deze nieuwe van dit nieuwe seizoen, van dit nieuwe groeiseizoen. En ja, wij boeren, wij weten wel hoe dat allemaal gaat. En toch blijft het altijd nog spannend. Ondanks alle moderne techniek die ons en onze collega's ter beschikking staat om te gaan kijken hoe is het bij een ander, hoe is het bij onze collega's, hoe groeien. Er was geen groter genoegen dan wij vroeger hadden. En dat zal nog steeds gebeuren dat je bijvoorbeeld op een zondagochtend of wat dan ook, als je tijd hebt, dat je met collega's of wat familieleden gaat toeren en gaat kijken hoe de oogst en hoe de gewassen er bij anderen staan. En dan het liefst in een ander gebied, hè, waar je dan een klein beetje kunt vergelijken. En er is niks mooiers dan dat. Want dat, wat dat betreft heeft de boer natuurlijk altijd, overal waar hij komt, kijkt hij met boerenogen. En dat is spannend en dat blijft interessant. Want boeren, dat blijft een kunst. Een kunst in die zin dat je dat niet automatisch allemaal zomaar eens even af kunt strepen. Als boer moet er worden afgerekend op hoe gewas erbij staat. Maar mijn vrouw, ik zou zeggen, geniet van de komende week. We gaan een paar mooie warme dagen tegemoet, is er gezegd. En de meimaand is prachtig. En laten we ervan genieten. Ik zou zeggen, au doe en tot volgende week.